Hoofdstuk 6, paragraaf 2. Mechanische energiesoorten. Eerst even kijken wat mechanische energie dan precies is. Nou, dat is energie die samenhangt met kracht en beweging. Dan spreken we over mechanische energie. Dus energie die iets te maken heeft met kracht en beweging. Want bewegende voorwerpen hebben energie. Dat kun je heel makkelijk aantonen. Probeer maar eens een bal op te vangen of laat er een bal tegen je aangooien. Als die zachtjes tegen je aankomt, dan voel je dat nauwelijks. En komt die heel hard tegen je aan, je merkt het wel. Nou, die vorm van bewegingsenergie, de energie die opgesloten zit in bewegende voorwerpen, dat noemen we kinetische energie. En dat wordt ook, dat is eigenlijk hetzelfde als bewegingsenergie. Omdat kinetisch komt van het Griekse woord kinesis en kinesis betekent beweging. Dus kinetische energie is bewegingsenergie. Waar is die nou van afhankelijk, die kinetische energie? Nou, van de massa van het voorwerp dat beweegt en van de snelheid van het voorwerp. Let op, de massa moet in kilogram en de snelheid moet in meter per seconde. Oh ja, en als je deze formule gaat gebruiken, let op dat kwadraatje. Hier staat natuurlijk dat een voorwerp wat zwaarder is, meer kinetische energie heeft. En een voorwerp dat sneller beweegt, ook meer kinetische energie heeft. Met in dien verstande dat als de snelheid 2 keer zo groot wordt, de kinetische energie 4 keer zo groot wordt. Wordt de snelheid 3 keer zo groot, de kinetische energie wordt 9 keer zo groot. Ja, dan hebben we dus de energie die samenhangt met beweging, hebben we gehad. Dat is de kinetische energie. Mechanische energie is de energie die samenhangt met kracht en beweging. Dan blijft de energie die samenhangt met kracht over. En dat noemen we dan potentiële energie. Dus, anders gezegd, mechanische energie is gelijk aan kinetische energie plus potentiële energie. Die energie die samenhangt met een kracht, die kunnen we berekenen met behulp van de arbeidsformule. En dan pakken we terug naar paragraaf 3.5. Arbeid is gelijk aan kracht maal de verplaatsing maal de cosinus van de hoek tussen de kracht en de verplaatsing. F maal S maal cosinus alpha. En die S betekent ook dat de potentiële energie afhankelijk is van de plaats. Betekent dus dat als je de plaats van een voorwerp verandert, het heel goed kan dat de potentiële energie van het voorwerp verandert. De potentiële energie betekent dus dat met die S, als die staat, dat de potentiële energie afneemt in de richting van de werking van de kracht. En dat zullen we zo meteen een beetje duidelijk maken met een vorm van potentiële energie die we in paragraaf 3.5 al langs hebben laten komen. Dat was namelijk de zwaarte-energie, ook wel hoogte-energie genoemd. En die hebben we toen berekend als WZ en nu maken we daar de formule EZ van zwaarte-energie in plaats van zwaarte-arbeid. En die is dan gelijk aan de massa van het voorwerp, maal de valversnelling, maal de hoogte waarop het zich bevindt. Hoe herken je daar nu in terug dat daar die opmerking achter zit van de potentiële energie neemt af in de richting van de werking van de kracht? Nou, als de hoogte kleiner is, dan is de hoogte-energie, de zwaarte-energie lager. De hoogte-energie en zwaarte-energie hetzelfde, hè? Dus dan is de zwaarte-energie lager. De zwaartekracht werkt naar beneden. Dus als je naar beneden gaat, neemt de zwaarte-energie af. Ja, allicht als je een voorwerp van een kleine hoogte laat vallen, zal het minder hard op de grond komen dan als je dan een grote hoogte laat vallen. Dat komt omdat de zwaartekracht dan meer arbeid kan verrichten van een grotere hoogte, oftewel het voorwerp heeft op een grotere hoogte meer zwaarte-energie. Oh ja, in deze formule moet je ook nog eventjes herkennen dat M mal G staat voor FZ en die H is eigenlijk je S mal cosinus alpha. Dus dan heb je dus ook weer die twee tevoorschijn getrokken. Dat zodoende heeft die EZ verband met die F mal S mal cosinus alpha. En er is nog een kracht waarvan je de energie moet kennen. Dat is de veerkracht.
En de energie die daarbij hoort is, verrassend genoeg, de veerenergie. Hoe zit het daarmee? Nou, de veerkracht geeft dus ook aanleiding tot een potentiële energie, de veerenergie. Maar dan hebben we een beetje een probleempje als we die formule W is F mal S mal cosinus alpha moeten gaan gebruiken. En dat heeft te maken met de formule voor de veerenergie. FV is C keer U. Ik hoop dat je die nog kan herinneren uit zowel hoofdstuk 1 als hoofdstuk 3. Die U zit daarin. Die U is het probleem. Want die U betekent namelijk dat de veerkracht zelf al plaatsafhankelijk is. Dus als je die U verandert, verandert je FV. Dus dan mogen we dus die formule W is F mal S ook niet gebruiken, want die mochten we alleen gebruiken als de F constant is. Dat was een voorwaarde voor W is F mal S mal cosinus alpha. Of even vereenvoudigd W is F mal S, als we ze in dezelfde richting laten werken. Maar die mogen we niet gebruiken. Want de F is niet constant en W is F mal S mag alleen gebruikt worden als de kracht constant is. Hoe gaan we dat oplossen? Nou, dat hebben we ook in paragraaf 3.5 gehad. Dat betekent dat we een grafiek moeten gaan bekijken. En dan hebben we hier de F tegen de FU grafiek. En daarna gaan we de formule, de grafiek tekenen van FV is C keer U. En C is een constante, namelijk de veerconstante. Dus staat de kracht is een constante maal de uitrekking. Een recht evenredig verband. Hoe ziet de grafiek van een recht evenredig verband er ook weer uit? Zo, een rechte lijn. Door de oorsprong. En welke vorm heeft dan de oppervlakte onder de grafiek? Juist, een driehoek. Maar van een driehoek kunnen wij de oppervlakte bepalen. En dat gaan we dan ook doen. Ik weet niet hoe jullie hem gehad hebben, maar ik ken hem als basis maal halve hoogte. Of de helft maal de basis maal de hoogte. En de basis in dit geval u en de hoogte is fv. En dat maal een half, dus dat is een half maal fv keer u. En dat is de oppervlakte. Maar fv hebben we een formule voor. En die kunnen we daar lekker in gaan invullen. Dus we gaan die fv die daar staat vervangen door c keer u. Ja, even duidelijk laten worden. Dan staat er een half keer c keer u. Maar u keer u, dat is u kwadraat. Dus de formule voor de arbeid van de veerkracht, en dat is dus ook gelijk aan de veerenergie. Veerenergie is een half maal de veerconstante maal de uitrekking in het kwadraat. Dat is de formule voor de veerenergie. Goed onthouden, veerenergie gelijk aan arbeid, veerarbeid is gelijk aan een half maal de veerconstante maal de uitrekking in het kwadraat. Tot zover. Een hoofdstukje over mechanische energie. Tijd om met deze paragraaf de oefenopgaafjes te gaan maken.